Naast mijn directieteam zal een ieder op het ministerie mijn rechterhand zijn. Het succes of het falen zal van ons allemaal afhangen. Dit zei Antoine Elias kort nadat hij het roer van het ministerie van Volksgezondheid overnam van zijn collega Patrick Pengel. De overdracht vond plaats op het ministerie. Pengel heeft de beleidsvoornemens voor de komende jaren overgedragen aan de nieuwe minister. De beleidsissues betreffen onder andere de bilaterale samenwerkingen, de samenwerking met de VN-organisaties en PAHO, de Human Resources in Health Planning, buitenlandse beurzen en de automatisering. Ook is aan de nieuwe minister een overzicht van de bestaande wetgeving overhandigd. Het voornemen is deze wetgeving, waaronder de tabakswet en de nationale basiszorg, aan te passen. Minister Pengel, die nu de leiding heeft bij het ministerie van OWTNC, gaf aan dat hij vol trots het beheer van dit departement overdraagt. Hij heeft de afgelopen 2,5 jaar de volle ondersteuning gehad van zijn staf. Pengel wenste Elias heel veel succes toe en gaf aan dat zijn deur altijd open staat. Minister Elias benadrukte dat ook hij zijn prioriteitsgebieden heeft en dat hij direct over zal gaan tot actie, gezien hij na maar 2 jaren heeft.